Water me now. Water me now. Dit is Impact, Impact Festival, Impact Event. We zijn een organisatie voor mediakunst. En we doen mee aan deze culturele zondag als vooruitblik op het Soft Machines programma. Het hele jaar van de programmering bij ons staat dit jaar in teken van Soft Machines. Het gaat eigenlijk over de emotionele relatie tussen mens en computer. Artificial intelligence, nou, dat kennen we hopelijk allemaal. Computers die slimmer worden, computers die beter kunnen schaken dan mensen. Wat is de volgende stap? Wij willen gaan nadenken over kunstmatige empathie, kunstmatige emoties, onze relaties tot computers, hoe computers ook een emotioneel karakter, een emotionele ziel kunnen ontwikkelen. Dat doen we met events, met residencies en uiteindelijk ook met het festival over 2 maanden, kleine 2 maanden, 29 oktober tot 1 november, tot 2 november. Hier in het hartje van Utrecht, we zitten in Kikker in het Hoogt. En de komende weken hebben we allerlei events die daar naartoe opbouwen. And I need to remind myself constantly that that is just a machine. But my weird afternoon was about to get a bit weirder. Yeah, you are real, aren't you? Can we just... Right. Do you mind if I... Oh, okay. He's actually made his robot look just like himself. And for good reason, his experiment is all about our reaction to human-like robots. Are you happy with her current shop? I'm always in a good mood, so I can help this event customers. Mm-hmm. Yeah, but you seem a bit tense. I can't discuss those subtle feelings or emotions. Please talk to me about this event. Does she have any other jobs? No, right now she only works with me and IKEA. But in IKEA she speaks with different languages. Yeah, we have so many ideas what can Tim do, so we thought about a PayPal account that you can spend real money. Anders in de brein. Dus dit gaat wel, dit kun je meten en sturen, je kunt er van alles mee doen. Maar die terug aanraken, ja, dat kun je doen met een. Als je een brain implant zou kunnen doen, dat zou ik eigenlijk tijdens mijn leven wel heel graag een keer proberen. Het moet waanzinnig zijn dat je mensen kunt aanraken alleen maar door te kijken. Dat je beide aanraakt en voelt en dat je dat met z'n tweeën zo staat. Waanzinnig.